Ik vind het wel gezellig, man, hier Haarlem. Voelen jullie een beetje vrij, of niet? Oké, Haarlem. Ik wil dat iedereen met zijn handjes gaan klappen. Van links naar rechts, allemaal. Let's go. Klap, 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 klap. Hoe vond je het optreden? Ja, ik vond het memorabel, man. We vieren vandaag de bevrijding. Wat betekent vrijheid voor jou? Ja, vrijheid is gewoon doen wat je elke dag eigenlijk doet, weet je. Gewoon je blazertje doen, je drankje doen, weet je. Maar het is niet vanzelfsprekend. Dat heb ik ook op het einde gezegd van het interview. Van, je moet wel waarderen dat we vrij kunnen zijn. Kijk, we zijn wel vrij met diverse regels. Maar we kunnen die regels wel een klein beetje overschrijden, toch? Als we goed opletten. Begrijp je? En wanneer voel jij het meest vrij? Als ik met mijn zoon op de bank zit, man. Dan voel ik me echt gewoon untouchable, gewoon, man. Ja, man. Oké, ga je vandaag nog iets doen? Ja, we gaan nog even door naar de show, man. Ik heb echt genoten van Haarlem, man. Echt topstad, man. Ik heb een keer in een patronaat ook opgetreden. Dat was gewoon ook memorabel, man. Dat was dope shit. Heel erg bedankt. Dank jullie wel. En voor de mensen thuis, pak elkaar nog één keer even vast op 5 mei, begrijp je? Wees dankbaar dat je elkaar hebt in deze moeilijke tijden, man. Allemaal barre tijden. Maar we blijven positief en nemen de vrijheid niet voor lief, begrijp je? Dank jullie wel.